vanmorgen. Even een bakje yoghurt. En op weg naar Amboise. Naar Leonardo da Vinci. Laatste rustplaats. Oké. Nou, goedemiddag allemaal. We zijn in Amboise. We zijn hier heen gegaan. We hoeven niet zo ver rijden. Peter zei dat die heel leuk was. Ja. Dus wij zoeken nu naar de begraafplaats van Leonardo da Vinci. Ja. In de Chapelle Saint-Hubert. Dus we moeten even de weg zoeken. Naar, En we lopen hier prachtig, laat het eens even zien, langs de Loire. Zie je wel? Hier is hij helemaal omgeslagen. Gisteren ging hij nog zonder jas. En nu is het grauw, grijs en regenachtig. Niks aan te doen. Het is niet erg koud. Leuke plaats. Wat zo eventjes 1, 2, 3 kunnen bekijken. Werkzaamheden is de Sint-Hubert-chapel gesloten. Het wordt gerestaureerd. Dat moet ik geloven. Jouw visa-kaart erin stoppen, denk ik. Je hebt die, je hebt toch die Mastercard, die? Er gebeurt niks, je moet zo'n kaart hebben volgens mij. Ik ook. Het erg leuk. Hele dikke buik. Maar het komt van een dikke trui hoor. Ja hoor. Komt niet van gewoon wat gezelliger, gezonder leven. Maar het is hier echt erg leuk. Ja. En we gaan weer een kerkje bezoeken. Altijd weer leuk. De verleiding is hier heel groot. Nou, zit mij hier in een restaurantje. Ja. Met het uitzicht. Ja, op de grote kasteel.
Nee, je ziet het niet zo goed. Nee. Maar het is een leuk dingetje hoor hier. Kijk, het is nog vrij leeg. Ja, het is ook nog maar net 6 uur. Maar het is nog maar net open. Het was om 6 uur pas open. Oké. Okay. Maar ja, wij gaan nu alweer in de wijn. Nou, we staan nu in de avond bij de brug. We hebben net gegeten. We zijn voor het eerst sinds de coronacrisis er weer uit eten geweest. Dat was heerlijk. Van genoten. Lekker hoor. Het kasteel. Trekken uit Amboise. 130 meter al. Het is hartstikke mistig. Nou, nog geen 5 minuten later. Kijk eens, de lucht is weer helemaal blauw. Dat is toch niet te geloven. We zijn onderweg naar Chartres. We zijn vanmorgen uit Amboise vertrokken. En we zijn nu nog een half uur verwijderd van Chartres. Gaan we kijken wat daar te doen is. Check, check, dubbel check. Daar is de kathedraal. Daar lopen we heen. Waar zijn we, Gray? Waar zijn we nu? Ja. Chartres? En we gaan nu naar de kathedraal. Ja. Oké. Okay. Notre Dame de Chartres. Kuifje. Nou, we staan voor zo'n grote kathedraal. Waar gaan we nu heen? Een winkelstraat? Oh. Wat een enorme kathedraal. Gretje gaat even kijken naar een huis. Is er nog een huis te koop is voor ons? Dat lijkt me wel iets. Oh ja.
grappig. Echt is er rood. Net een daling van 10% gehad. Nou, daar zijn we weer. We zijn weer vertrokken uit Lijkle. We hebben de nacht doorgebracht op een prima camperplek. Een mooie verharde plek, midden in het dorp. Dat is prima te doen. En nu zijn we onderweg naar Honfleur. Het is heel koud geweest vandaag. Het is nou nog min 1. Ja. Maar we gelukkig hadden wij de dekens op de ramen. Die bevallen heel goed. Nou, en campers, geen gebrek hier. Dan moet je nagaan, is het nog maar februari is het. Moet je nagaan, februari. Nou, we lopen, zijn weer in Honfleur. Het is een havenstadje. Nou, als je ziet hoeveel campers er ook zijn. Ja, daar staan wij. Kijk, daarachter staan wij. Ja. Het is een hele... Heel druk. Nou, dit is Honfleur. Stikke leuk plaatje. Een hele gezellige plaats. Heel mooi. Markt, omdat het zaterdag is. Druk. Haven. Echt gezellig. Er zijn weer heel wat mensen op de been, hier op deze zaterdag in de zon. Lekker, maar het is wel koud hoor. Het zijn allemaal terrasjes hier en het is smoordruk. Ik doe hier al lopen toch mijn mondkapje maar op. Ik voel me niet echt heel veilig hier. Kijk, dit is de Houten Kerk of de Houten Toren. En volgens Peter was het zo, die toren staat los van de kerk gebouwd. Als de toren dan in de fik vliegt, dan is de kerk er nog wel. Ik weet niet of het hier is.
is weer licht geworden. Hoi, daar zijn we weer. Ja, hallo. Weer uit Frankrijk vertrokken. Wat er op de achtergrond loopt. En de kipjes lopen op de achtergrond. En we zijn nu weer in Balgooi. Balgooi. Ja, Balgooi in Nederland. Maar bij Wijchen en Nijmegen ja, in de buurt. Kijk, onze campertje staat er alweer netjes. Nou, het lijkt heel mooi weer, maar het is hier echt een stuk kouder dan in Frankrijk. Dat valt dus wel een beetje tegen. Ja. We wilden eigenlijk naar Brugge gaan vandaag. Het was overal zo druk. Ach, en wij zijn van, nou weet je wat, we gaan lekker terug naar Nederland. En dan kom ik ook nog even tot rust, want ja, woensdag moet ik weer aan het werk. Ja, dus hartstikke leuke camperplek hier ook, hoor. Heel leuk. Dus ja, nou, jullie zien het allemaal wel in de vlog. Ja. Nou, hier is een loosplek. Mooi hier in de grond. Het waait wel een beetje. En een chemisch toilet lozen. Ja. Water vullen. Alles voorzien. Vuilnisbakjes. En mooie verharde plekjes. En ze hebben even een vlonder neergelegd voor... dat gras, want dat is nog wel een beetje zonnig. We zijn weer in Nederland. Het is guur. Af en toe schijnt de zon wel. Maar, ja, dat heb je. Maar goed, Erwin moet woensdag weer aan het werk. Dus we gaan weer richting huis morgen. Het is niet anders. We hebben het heel leuk gehad in Frankrijk. Nou, we zijn weer in het kasteel in Wijchen. Wijchen toch? We hebben niks bij ons. Geen camera's verder. Alleen maar onze telefoon. Nou ja, dat is ook wel te doen. Jullie zullen het ook allemaal wel zien.